In het MUCA kan je terecht voor een expo rond het oeuvre van de Antwerpse kunstenares Annemarie van Kerkhoven. We gingen bij haar op visite. Ik noem dat geen overzichtstentoonstelling. Allee, dat is, want het is eigenlijk geen overzicht, want ik heb veel meer werk als dat. Maar het is zo dat, dat een curator van het MUCA is aangesteld om een tentoonstelling die ik zelf had gemaakt voor in Duitsland, om daar een grotere versie van te laten zien in het MUCA. Dat is al heel lang dat ik een overeenkomst zie tussen het mystieke tijdperk, dus de late middeleeuwen, 1300, en het tijdperk waar we nu in leven, het digitale tijdperk. Het is eigenlijk met heel lang te werken en erover te schrijven en interviews te beantwoorden, dat ik tot de ontdekking ben gekomen dat dat toch echt wel het hart is van dat waar ik mee bezig ben. Heel veel van mijn werk in het begin is echt ontstaan uit verontwaardiging. Voor heel veel rond mij dat ik eigenlijk echt niet vond kloppen en zo. En dat ik dan gebruikte gewoon tegen degenen die naar mijn werk kwamen kijken van zie dies, ik doe dit ermee. En er zijn heel veel dingen die ik 30 jaar niet had gezien en die je dan terug uit je depot haalt of uit je opslagplaats. En al die negatieve gevoelens komen eigenlijk terug. Het gebruik van heel veel kleur in kunst. Er wordt altijd heel, heel voorzichtig mee omgegaan, eigenlijk, zo met een kleurenpalet. En van jongs af aan, als klein kind, maakt dat deel uit van mijn wereld om me uit te drukken in kleuren, zie je. Toen Suzanne Tis mij gevraagd heeft van wilt je die terugblik maken, dan heb ik gezegd van ik wil een remake maken van mijn eerste installatie, die ik ooit gemaakt heb in een boekenwinkel eigenlijk, van achter in een boekenwinkel. En dat heette Is Basic. Dat is dus eigenlijk een donkere ruimte en wat je daarin ziet is langs de ene kant tekstjes aan de muur die met de realiteiten van space travel te maken hebben en ook een nagedacht over hoe dat de consumer computers eigenlijk gingen evolueren van in de jaren 70 tot nu, zie je? Ik vind dat onze maatschappij zo ingericht is dat die eigenlijk de creativiteit afremt eigenlijk. Alles is eigenlijk zo gemaakt van niet te veel verbeelding, niet te veel energie. We moeten alles, laat het ons maar kalm houden en zo. Ik hoop eigenlijk dat zowel jonge als oudere mensen buiten gaan met heel veel zin om zelf te experimenteren en zelf dingen te maken. Ik denk eerlijk gezegd dat creativiteit en op een heel bewuste manier in het leven staan en ook voor jonge mensen zelf nadenken, dat is de enige manier om de wereld in een goede richting te laten evolueren.